De vriendin van Romeo Beckham is niet te spreken over de nieuwe tattoo van haar vriend. De zoon van oud-voetballer David liet voor zijn 18e verjaardag een adelaar op zijn kuit zetten, maar Mia de Gaan vindt het maar niks. Tekst gaat verder onder advertentie: ik denk dat tatoeëren helemaal niet goed voor je is, met name voor je bloedstroom, stelt de 18-jarige Regaan. Ook vindt ze de tattoo gewoon niet mooi, zo zei ze tijdens een lieve sessie op Instagram. Romeo is niet de enige in het gezin Beckham met een liefde voor tattoos. Zijn oudere broer Brooklyn zit inmiddels ook al redelijk vol, terwijl vader David naar verluidt al meer dan 60 tattoos heeft. De adelaar die Romeo op zijn been heeft laten zetten, lijkt erg op de tattoo van zijn vader, die hem bij zijn oksel heeft. Hij werd gezet door de tattoo-artiest Dr. Wo, die al verschillende beroemdheden tatoeëerde. Voor Romeo is het de tweede tatoeage. De zoon van David en Victoria Beckham liet afgelopen zomer ook al iets op zijn borst zetten. Buzzeletsblokkade.